Goedemiddag. Fons, ik heb de Graafschap en Heerenveen nog eens teruggekeken. Jullie hebben heel veel kansen nodig om te scoren. Ik vraag me af, wat kan je daar als trainer nou eigenlijk aan doen? Nou ja, daar werken we natuurlijk aan. We proberen dat op de trainingen. Dat was deze week wel lastig met de omstandigheden. Maar ja, het klopt dat we wel wat kansen nodig hebben. We hebben tegen Heerenveen geloof ik 21 doelpogingen gehad. Dat is best veel. Tegen de Graafschap hadden we ook heel veel kansen. Maar ik zeg altijd, daar moet je niet te veel de nadruk op leggen als trainer. Omdat niemand mist een kans expres. En je moet het, denk ik, niet elke dag maar benadrukken. Want dat helpt niet. Hè? Dus ik praat daar zeker niet iedere dag over. En, dus het is ook een kwestie van soms wel eens een beetje geluk. Is de druk daardoor anders? Want je kan in deze situatie ook de kansen niet creëren. Ja, nou ja, weet je, wij hebben het natuurlijk ook intern erover. We spelen helemaal niet zoveel minder als vorig seizoen. Alleen, dat zat iets meer mee. Dus we schoten wel eens op de goal, Björn ook. Die werd onderweg 2 keer aangeraakt en ging binnen. Ja, dat zijn nu ballen die gaan op de paal of net naast. Op belangrijke momenten, hè, als ik denk aan 0-2 Danny Bakker bij de Graafschap. Ja, dan gaat hij de onderkant lat niet in. Maar ja, je kan een panieksituatie creëren, maar ik hou er nooit zo van. Ik vind dat je de rust moet bewaren. Al vond ik het wel toepasselijk of typerend dat ik van de week de nabespreking hield en het brandalarm ging af. Dat was wel een moment dat zette me wel even aan het denken. Alarmfase 1. Ja, nou ja, dat was wel, het was wel een typerend moment. Maar daar zit je toch nog niet in? Nee, ik niet. Alleen, weet je, wij weten dat we, ja, er wordt wat van ons verwacht. Ook het voetbal wat we brengen. Hè. Je kan zeggen, oké, we spelen zo'n wedstrijd als tegen Zwolle. We gaan staan met z'n allen en we creëren niks. En iedereen heeft een verschrikkelijke avond. We winnen met 1-0. Je kan ook zeggen, we spelen volle bak vooruit. We creëren 21 doelpogingen. En we verliezen met 3-2. Dus dat zijn een klein beetje wel de dingen waar ik mee zit. Ik wil aan de ene kant de mensen vermaken en wat bieden. Maar aan de andere kant weet ik ook dat we punten nodig hebben. En dat we misschien wel weer in die overlevingsfase komen. In die overlevingsmodus van, nou, oké, het moet. En niet mooi, jammer, maar het moet. Dus en dat is waar we nu, denk ik, zo langzamerhand wel aan gaan denken. Wat ga je dan doen tegen Groningen? Welk van de twee? We gaan voor een resultaat. En dat is een ploeg die ook niet zo heel veel punten meer heeft als ADO. We hebben ook een wat moeizamer seizoen. Waarbij ze wel de laatste weken natuurlijk de nodige punten hebben gehaald. En het staat niet los van de komst van een aantal spelers die daar toch een impuls hebben gegeven. Zoals Bruns, een Sierhuis, maar ook een Bellassani. Ik weet, ik heb ook wel eens in de situatie gezeten. Toen kwam hier Nasser binnen. Dat was ook een fase dat Aaron Meijers en Dion Malone terugkwamen. Dat kan net het verschil zijn. Dus dat hebben ze daar. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat wij met ADO, ook bij Groningen, gewoon een kans hebben op een goed resultaat. Hoe ga je de afwezigheid van Beugelsdijk en Troepé opvangen? Nou ja, dat is niet zo heel moeilijk, denk ik. Dus dat is wel duidelijk, denk Pinas ik, hoe we dat gaan doen. Ja, ga daar maar voorzichtig vanuit. Ga ik dat doen, dankjewel.